mens met Ubex Free kunnen. We zijn nu op flat locatie in België. Een vrij prachtige woning. Met nog van alles in. Waar ik vrij van verschoed ben. Vooral tamelijk living. Dus gaan we dan een keer kijken nemen. Hè. Let's go! Kijk, we zijn nu in de woonkamer. Een prachtige stoel in stof. Met mooie motieven. Wow. Kijk hier. Wat een mooie luister was dat. Ik zelfs nog een oude tv. Dus is deze woonkamer waar ik vrij van verschoond ben. Hoe prachtig dat dat hier nog is. Wow. En zie hier die herten. Opgezette herten. Maar wel eng. Creepy. Wow, checkt. Checkt joh. Oh. En daar zie je het ook aan het plafond. De boel is het vergaan. Komt allemaal naar beneden. Wow. Ik en zelfs hier op de kast. Zelfs nog flessen vol. Dan zelfs nog niet afgetronken zijn. Wow, mooi kandelaar als lamp. Prachtig. Kijk, en hier hebben we dan nog een hert. Aan de, ook weer aan de andere kant. Prachtige kop. Maar toch, een beetje ding. En kijk, zijn we zeker van die bokkenpoot. Wat prachtige kaders. Daar ook. Oh, check die stoel. Hoe zot is dat? En de oude kachel. Oh, wat mooi van figuren erop. De oude kachel. We hebben nog een vrij oude piano staan. Dat nog steeds werkt. Oh, zot. Wow, en kijk daar, die kader. Dat is een creepy man. Echt zot. Oh, checkt. Die ordeen. Prachtig. Van motieven. Ook weer de zetel. Vrij mooi van motieven. Maar ik denk, de woning zelf was echt wel mooi van structuur. Als je de afwerking ziet aan het plafond. Echt maar echt prachtig. En ook weer een mooi kader. En dan ga ik kijken naar de andere kant. Ook een beetje, ja, een beetje van de liefde. Hier, kijk, is het een rommel. Wow, je ziet daar aan die schouw. Hoe prachtig is dat? Oh. En daar nog een vitrinekast. Hier hebben we een ijskast met een oven. Hier hebben we dan de keuken. Kijk, zelfs de eetdoos. Met, wow. En die zitten er nog in. Oh, prachtige tassen zijn dat. En ook weer een kookfornuis. En zie ik zoals een wasmachine daar. Ziet, alles is hier het vragen. Alles bent hier te verzakken. Want dan hebben we niet schimmel op de muren. Echt prachtig. Echt een mooie locatie. Wat spijtig van de valiezen. Kijk, op het leren. En hier nog het servies. Oh, en daar hebben we dan nog wijnflassen. Dat dat niet goed moet zijn. Ik ga hier aan de trap. Moet me vrij oppassen, want dat is echt stuk het gaan. Hier ook komt alles naar beneden. Wow. Kijk, dat was de badkamer. We zijn nu op de eerste verdieping. Dus hier zie je dan de eerste slaapkamer. Met een kast. Vol met kleren nog. Kijk. Hier zitten er nog kleren in. De andere kast zitten er ook kleren. Nog boeken. Hier ook nog boeken. Wow, kijk, check dat. De oude salontafel, ja, stel niet veel meer voor, want van boven is naar beneden gekomen. Weer zo'n oude kachel. Wow, en nog een hoed van die mens.
Ik heb daarnet papier gevonden dat verlaten is van sinds 2004. En er woonde hier degelijk wel een man met een vrouw. Wow. Mooi kader. En hier hebben we de tweede slaapkamer. Dat gebruikt Wiets als een beetje een deelte van bureauruimte. Wow, nog een oude typemachine. Oh, machtig. En daar ook. Een mooi beer. Kijk, zelfs nog schoenen dan aanwezig zijn. Een step. En nog een poster van vogeltjes. Wow. En dat was de vrouw die hier ook woonde. Dat spijtig genoeg overleden is. Een slaapkamer 2. Echt een zotte slaapkamer. Kijk. Ook weer een oude radio. Hier ook. Een oude tafel. Wow, check dat, die lamp. Wow, dat was mooi. Een soort fles gemaakt of een vaas. Wow. Creepy, die beer. Wat schattig ook. Wow, nog een oude radio. De jaren 50? Ja. Ik ontleeg zelfs nog een kostuum. Van de blauwe. Man dat bij het leger was. Ik ga nog een keer naar boven nu. Met de zolder, maar dan moet ik oppassen, want er zit daar een wilde kat op de zolder. Oh, kijk daar, kinderen zitten. En hier heb ik dan ook een gedeelte. Hier ook allemaal binnenhandeltjes. Echt oppassen, want die kat zit hier ergens op de zolder. Zo, en daar zien we het dan. Een oude auto. Kijk, hier ook zie je het dan. Een gat. Naar beneden. Gaan we terugkeren. Echt een prachtige woning. In de tijd geweest. Maar nu is het echt alles is het vergaan. Het is echt allemaal uit sporten. Moet je vrij oppassen. Hier ook ik. Ja, vrij mooi. Mensen zeggen, kijk, vind je een goede video? Doe een duimpje omhoog. Altijd reageren in de comments beneden. Ik ga nu toe op naar de volgende locatie. Ik zie u later.
Yeah.